toen ik hem net zag, toen had ik wel even een heel trots momentje. Dat ik dacht, wauw, het staat er allemaal. Oh, ik heb niks tussen mijn tanden. Oh. Ik heb echt net iets gegeten. Ik had dus het idee dat ik het hele moment iets tussen mijn tanden had. Nou, even een avondritueeltje. Even een mooiste momentje van de dag, vind ik dit wel het. Lekker samen. Bank. Nou, dit geloof je niet. Zat ik eindelijk goed? Viel die uit. Hoi, ik ben Lisa Sips. Ik ben actrice en presentatrice. En sinds kort ook schrijfster van het boek Soaps op een expeditie verraad. Het is de eerste vlog die ik ooit gemaakt heb. Ik begin weer opnieuw. Sorry, Celeste, Denise. Dit is echt kut. En mijn telefoon gaat natuurlijk. Whatever. Oh, ik probeerde echt net een vlog op te nemen, man. Maar... Wacht, ik zet je even op speaker. Nou, hij heeft zijn rompetje ondergepopt. Maar je hebt alleen nog maar eentje met zijn lange mouwen. Het is allemaal zo dik onder dat gele pakje. Oké. Maar toen dacht ik, dan haal ik even nieuwe rompetjes. Ja. Dus ik heb hem even lekker in bad gedaan. Oh, lief. Gaat het goed met hem? Heel goed. Mist hij me al? Nee, helemaal niet. Nee. Hij zegt net tegen mij, ik mist helemaal niet. Mist helemaal niet. Leuk dat je kijkt naar mijn allereerste vlog hier voor Mommy Proof TV. Ik ben 26 jaar. Ik woon midden in Amsterdam samen met mijn vriend Ralf en mijn zoontje Jonathan, ook wel Jonah genoemd. Oh, kijk. Hier word je dus normaal in de studio gelijk voor afgestraft. Altijd je geluid uitdoen. Oh, dit is Jonahtje nu. Dit stuurt ze nu. Wat ik heel erg miste tijdens mijn zwangerschap. Ik heb een hele hoop hele leuke vriendinnen waar ik heel veel van hou. Maar geen van mijn vriendinnen had nog een kindje. Of in ieder geval niet zo heel erg veel. Dus als ik vragen had, dan kon ik niet echt bij hen terecht. Omdat ze het gewoon niet wisten. En dat stukje herkenning, dat miste ik een beetje. En Mommyproof is hopelijk een platform wat jullie wat meer herkenning biedt. Verder neem ik jullie mee naar hopelijk een hele hoop leuke dingen in mijn leven. Het is echt niet zo dat ik alleen maar van feestje naar feestje aan het hoppen ben. Zeker niet meer sinds ik moeder ben. Dus je zal me vaak genoeg zonder make-up en met een knot hier op mijn hoofd voorbij zien komen. Maar goed, een feestje hier, daar is natuurlijk wel heel leuk. Jonah is lekker bij opa en oma. Voelen wij ons niet schuldig over. Sterker nog, ik heb de wijn al opengetrokken. Het eerste glas is al bijna weer naar binnen. Nou, ik ben op weg naar de 9 maandenbeurs. Ik zit in de Uber. En wat helemaal leuk is, ik zit hier met een volkszanger in de Uber. Dat krijg ik net verteld. Dat was heel goed voorbereid. Heel veel zin in. En het wordt volgens mij ook echt een leuk momentje. Dus ik ben heel erg benieuwd. Heb je al veel volgen staan? Nee, nou we gaan vandaag lanceren. Dus we hebben nog niet zo heel veel volgers. Oh, oké. Okay. Spannend. Maar we hopen natuurlijk dat dat wel snel gaat gebeuren. Ook. Ik moet er wel heel erg aan wennen hoor, aan deze camera en aan dit vloggen, want het voelt een beetje gek. Ik heb me ook net heel erg verontschuldigd dat ik dit ging doen in de taxi, dus in de Uber. Dus ik moet er nog een beetje aan wennen, maar dat komt goed. Nou, we zijn nu op de 9 maandenbeurs en het is echt super gaaf. We staan bij de stand van Prenatal. Hier is het podium, maar wat helemaal gaaf is, is deze fotowall. Nou, toen ik die net zag, toen had ik wel even een heel trots momentje dat ik dacht, wauw, het staat. Dat is echt. Ja? Ja? Nee, bijna! Doet ze het niet! Nee! Yay! Nou, we hebben een hele mooie confetti knal gehad. Oh, loopt die? Ja. Ja! Oh, ik heb niks tussen mijn tanden. Ik heb echt net iets gegeten. Ik had dus het idee dat ik het hele moment iets tussen mijn tanden had. Nou, toen ik net dus van het podium afliep, had ik dus een glitter op mijn neus. Ja. Maar ik haalde echt zo'n dingetje, maar ik hoop dat dat niet te zien was. Nou, een hele goede morgen. Het is de day after, zoals ze dat zo mooi zeggen. De day after de lancering van Mommy Proof. Ik ben nog een beetje aan het klooien met die camera, merk ik. Dat ik even moet zien wat, nou ja, wat mooi licht is. Dit is een beetje donker, hè? Ik ga even wat licht aandoen. Maar het is dus de day after. Hele leuke lancering gehad. Hele leuke mensen zijn er geweest. En we hadden leuke pers aanwezig. Nou ja, eigenlijk alles wat je wil op een lancering. Ik ga zo meteen eerst Jonah naar het kinderdagverblijf brengen als hij zo wakker is. En daarna heb ik een afspraak met mijn agent. Dan gaan we even lekker koffie drinken en bijkletsen. En daarna ben ik zowaar een beetje vrij. Stiekem ook wel lekker als je kindje af en toe even op de crash is. Om gewoon even lekker rustig boodschappen te doen. Dat vind ik zo fijn. Normaal wil je toch altijd wel met een buggy en dan kom je overal niet in. En dat vind ik een beetje lastig. Lekker rustig boodschappen doen. Het is echt een wijze lot weer. Ik ben een beetje op te schieten. Nee, lekker even op pad zo.
hashtag baby talk. Baba. Hé lieverd. Even een avondritueeltje. Even rustig drinken, is helemaal afgeleid. Even een mooiste momentje van de dag, vind ik dit wel. Lekker samen. Dank.